Rechtbank. Gaat u zitten. Vandaag een zittingszaal, omdat we vandaag na een aantal pro forma zittingen zijn toegekomen aan een hoofdbehandeling van deze zaak. En het gaat om een dramatische gebeurtenis. Een gebeurtenis die uiteindelijk heeft geleid tot de dood van de heer Schatman. En vanaf dit punt willen we graag als wij van allereerst ons medeleven op dit moment betuigen aan de familie van de heer Schatman, de dame aan mevrouw Lobbe. En wij realiseren ons terwege dat vandaag de laatste minuten van zijn leven besproken moeten worden. Niet alleen met de verdachte, maar ook zullen wij op de filmbeelden zijn laatste minuten ook daadwerkelijk naar ons voorbij zien gaan. Dit zal voor de familie van mevrouw Lokker, maar voor iedereen hier confronterend zijn en ook heel verdrietig. En wij willen graag proberen om de behandeling zo te laten verlopen dat het zo min mogelijk leed toevoegt. Maar confronterend zal het blijven. Mocht u voor de familie of anders is ook aan de verdachte kant behoefte aan een schorsing op enig moment, laat het vooral weten. Dan kunnen we daar rekening mee houden. En we zullen ook tijdens de behandeling enig moment van pauze inbouwen. Omdat we vandaag aan een houdende behandeling beginnen, zal ik op stil vragen om de klaslegging nog een keer voor te maken. Dank u wel. Sia, Sandra en Lasje worden alle drie verdacht van het volgende. Zij worden primair verdacht van een gezamenlijke poging overval op juwelierszaak Lapidé op 25 april 2012 in Den Haag, waarbij de eigenaar, Ruud Stratman, opzettelijk van het leven is beroofd door hem neer te schieten. Juridisch heet dat gekwalificeerde doodslag en dat is strafbaar gesteld in artikel 288 van het Wetboek van Strafrecht. Mocht dit niet leiden tot een veroordeling, dan is het subsidiair ten laste gelegd als het medeplegen van die poging overval, terwijl dat de dood van Ruud Stratman ten gevolge heeft gehad. Juridisch heet dat diefstal of afpersing met geweld, de dood ten gevolge hebbende, en dat is strafbaar gesteld in de artikelen 312 en 317 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht. Mocht voor Lasja het medeplegen niet bewezen worden verklaard, zijn deze artikelen ook nog in de medeplichtigheidsvariant ten laste gelegd. Te weten dat hij in die periode, in de periode van 1 januari tot en met 25 april 2012, Sia en Sandra bij die poging overval behulpzaam is geweest door wapens te verschaffen en of hen te vervoeren van en naar de juwelierszaak. Lasja die wordt er verder nog van verdacht in de periode van 9 tot en met 14 mei 2012 in Den Haag of Almere van een vervals Litouws rijbewijs gebruik te hebben gemaakt. En dat is valsheid in geschriften, strafbaar gesteld in artikel 225 Wetboek van Strafrecht. En verder zal vandaag ook aan de orde zijn een vordering van de benaderde partij, een vordering van de weduwe, mevrouw Els Lokker, hier ook aanwezig. Dank u.